Ik ben Brent Luyckx. Ik ben een beloftevol wielrenner geweest met enkele mooie resultaten op wereldkampioenschappen en ook op Europees kampioenschappen. Maar helaas ben ik moeten stoppen omwille van de ziekte van Crohn. Ja, meer dan een jaar geleden heb ik een darmoperatie gehad omwille van de ziekte van Crohn. En ja, die operatie was er echt erop of eronder. Er is 25 centimeter darm verwijderd. En ja, de dokters konden eigenlijk moeilijk zeggen vooraf of ik al dan niet ging wakker worden. Het is ook omwille van die gebeurtenis dat ik nu wil meedoen aan de hel van Kasterlee. Een van 's werelds zwaarste duathlons. Ik wil deelnemen aan de hel van Kasterlee omwille van het feit dat ik eigenlijk een moeilijke periode uit mijn leven wil afsluiten en wil laten zien dat ik sterker ben dan mijn ziekte. En ten tweede wil ik ook deelnemen om te laten zien dat mensen met een chronische ziekte dromen mogen hebben en zeker bepaalde dingen mogen en moeten nastreven. Na een lange revalidatie, omwille van het feit dat mijn buikspieren ook waren overgesneden, heb ik vorig jaar in december voor het eerst weer sportieve activiteit kunnen uitoefenen. De passie die ik had voor wielrennen heb ik sinds ik gestopt ben volledig gestoken in mijn eigen bedrijf. Met 4Gold proberen we echt wetenschappelijk de best mogelijke producten te gaan ontwikkelen om atleten te helpen bij het verwezenlijken van hun dromen. Plus ook het feit dat ik zelf de ziekte van Crohn heb, speelt mee dat we echt wel gaan zoeken naar producten die erg maag-darm-vriendelijk zijn voor de atleten. Als afsluiter zou ik zeker nog willen zeggen aan alle mensen met een chronische ziekte dat je bij welke tegenslag ook meemaakt, dat je er altijd sterker zult uitkomen. En welke dromen je ook hebt, zijn dat gewone dromen of sportieve dromen, dat je deze moet nastreven.